Goedemiddag dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze vakantievlog. Jullie hebben het allemaal meegekregen natuurlijk, of als je nieuw bent op mijn kanaal, ik ga vandaag naar Duitsland. En Duitsland ga ik naartoe om opnames te maken voor vakantiewoningen. En ik ga wat leuke toeristenplekken bezoeken en op beeld brengen. Ik heb er nu ongeveer 1,5 uur op zitten. En dan ga ik vanaf hier nog 1 uur richting de grens van Duitsland. Daar gaan we even tanken en eten. En dan gaan we door de Duitse grens over. Even plan de campagne. Ik ben aangekomen in een prachtig appartement. Wat ik straks ga doen is beginnen met het maken van droombeelden van deze appartementen en van de omgeving. Na het maken van de droombeelden ga ik een wandeling maken naar de Moezel. En daar wil ik bij zonsondergang een foto maken. Mocht het nou vandaag een hele heldere nacht worden, dan wil ik ook sterren fotograferen. Maar het is een beetje afhankelijk van hoe het weer zich gaat ontwikkelen. Dan is het 19:30 in de avond en dan ben ik aangekomen bij de Moezel. Vanaf de kant waar ik naartoe kijk begint de zon langzaam achter de wolken te verdwijnen. Maar toch is het licht wel heel erg fijn. En ik heb zo net ook een testfoto gemaakt en die was eigenlijk heel goed uitgepakt. Het was een foto van 3 bomen die trapsgewijs naast elkaar stonden. En dan was er zo'n hele mooie reflectie te zien, want het water is heel rustig. En dan krijg je zo'n hele fijne rimpeling in de foto. En dan ga ik nu met mijn telelens foto maken van die brug. Want die brug die staat ook heel veel op kaarten die je kunt kopen bij de souvenirswinkel. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om daar een foto van te maken en mijn eigen versie van de Moezel te fotograferen. Dan wordt dit mijn foto van de Moezel, van die ene brug die vaak op ansichtkaarten staat. Wat je hier ziet gebeuren is dat er met name in de voorgrond veel gebeurt, maar in de achterkant is het vrij subtiel. Dit heb ik expres gedaan om de rust in de foto te bewaren.
Want door al het groen van het blad kan het al wat druk worden. Wat ik zo mooi vind, is dat bruinige rots hier verderop. Precies tussen al die bomen in. En wat helemaal mooi is, is dat de zon aan de achterkant begint te schijnen. Dit geeft net even dat extra beetje sfeer aan de foto en creëert een mooie lichte lijn langs de donkere vlakken van de moezel. Het is nu een half uur later en ik zie dat de moezel belicht wordt door een lucht die langzaam kleurt. En als ik nou inzoom op de situatie, dan zie je dat de lucht al een kleur krijgt, een oranje gloed. En wat nu beter te zien is, is dat de zijkant van die bomen waanzinnig mooi belicht worden. Wat je hier zo meteen ziet gebeuren, is dat die kont van het schip gaat draaien, deze walkant op. En dan maakt hij die ene bocht om de moezel heen. Vanaf de andere kant is het beter te zien, maar omdat het nu wat later is, is het nog een beetje ver lopen die kant op. Dan denk ik dat het mooiste van de zonsondergang er voor vandaag op zit. Dat betekent dat ik terug ga naar het appartement, daar even wat ga eten, even uitrusten en dan vanavond weer door met fotograferen. Want ik wil Max over Trier in de avond fotograferen. Goedemorgen. Ik heb een heerlijke nachtrust gehad. Gisteravond heb ik nog een fantastische foto gemaakt. Inderdaad van de sterren. Het was op de plek waar we zo meteen gaan zitten. Dat is voor het huisje in dit geval. En het was echt fantastisch. Die sterrenhemel heb ik in Nederland nog nooit zo mooi gezien. Is natuurlijk ook wel logisch, want hier brandt er veel minder licht. Wat ik jullie nog niet heb laten zien, is natuurlijk de badkamer. En überhaupt heb ik nog niet echt een roomtour gegeven, dus hier komt het. Ik heb wat informatie opgezocht over de moezel. Even kijken. Ik moet het wel even voorlezen. De moezel is een rivier in Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Via de Oeren der Schuur wateren delen van België af in Moezel en Rijn. Ik stuur wel even een linkje hieronder. Misschien kunnen jullie dat dan zelf even lezen, want mijn uitspraak is niet zo perfect. Maar het bos hierachter is ook zeker een aanrader. Het is ongeveer een tocht van 6 kilometer. En je kunt er eventueel herten vinden als je vroeg in de ochtend gaat. De vorige keer ben ik het net misgelopen. Maar ja, hopelijk kom ik hier nog een keer. Ik ga nu even verder eten, even mijn spullen pakken en alles in de auto stoppen. En dan zit deze video er voor vandaag op.
En in deel 2 ga ik naar Burg Els.